moest heel even plassen. Ik denk, waar zijn ze nou? Ik denk al dat ik het weet. En, lukt het? Nog alleen te slippen. Ja, hè? Dat is wel gek, je fiets hier gewoon over de weg. En toen reden we ineens een Airbrustato tegen een marktje aan. Hoi, dus kijk naar nieuw vlog. Wij zijn hier. Vogies. Goedemorgen van ons. Ja, we waren lekker aan het ontbijten. Ik heb voor het eerst op 9 uur uitgeslapen. Het was heerlijk. We gingen gisteravond ook laat naar bed. Ja, en we zijn op de nieuwe camping. We zijn natuurlijk op de nieuwe camping, ja. En we zitten hier echt gewoon prachtig zo aan het weiland. En we hebben gelukkig geen overburen. Ja, dan kunnen we zo lekker het weiland in kijken. Ja. Maar, en, dus mee wilde natuurlijk heel graag. Mijn poepkorst uitproberen. Want het schijnt. Ik heb echt heel veel meelanders hier moeten kotsen. Ik geloof er niks van. Niet, joh. Ja, ja, je moet er ook niet aan ruiken. Ik denk dat het gewoon die worst is en dat is met kerst en dat soort dingen. Niet zo raar. Er staat plop op, ja. Plop. Nou, rol hem op als een rolletje. God, het is zo goor uit. Nee. Geef mij zo'n rolletje, dat voor mij is het gewoon boterhamworst. Is gewoon lekker. Ja, zie je. Dat dacht ik al, dat zag ik al. Op die vlog gaan ze allemaal kotsen. Even kijken. Het is gewoon boterhamworst. Het is gewoon boterhamworst. Net als met kerst en Sinterklaas en Pasen. Het is gewoon hetzelfde. Goedemorgen, boy. Goedemorgen. Lekker. Maar goed gedaan, hè? Zeker weten. En jullie hebben een nieuwe sap. Pauline sap. Ja, zag ik staan. Denk ik wel lekker. Appelsap. Nee. Nectar. Ja, ik weet niet. Ze hadden verschillende soorten. Maar... Okay, en we hebben ook lekkere koekjes gekocht. En koekje, jullie zijn al lekker boodschap geweest toen. Ik was even douchen. Heerlijk. Gisteren is er niet van gekomen voor jullie de vorige vlog. Maar ja, we gaan natuurlijk even de camping ontdekken. Ja, dat hadden we niet gedaan. Maar nee, een klein beetje gezien. En we hebben ook al een gamehall gezien. Ja, hè, aan de hele avond open. Die was gisteravond nog open toen we thuis kwamen. Dus we gaan het maar even laten avond zien. Is hij ook open? Is hij nu ook open? Ja. Dan gaat hij denk ik om 11 uur dicht of zo, denk ik. En dan weer open. Geen idee. Maar we gaan het even laten zien. En ook even zelf ontdekken. Naar het strand. We gaan lekker naar het strand. Temperatuur is goed. Het zonnetje moet nog heel even doorkomen. Maar ik denk dat dat wel goed komt, denk je niet? Ja. Ik had al gezien, dit is het einde van ons straatje. Want hier zit een waterpunt. Hier waren mensen allemaal het water aan het vullen. Want er zitten natuurlijk ook heel veel mensen in een tentje. Dus dat had ik wel even ontdekt. Het is een gezellige camping, hè? Ja. Het voelt gezellig. En dan lopen wij dus hier rechtdoor. We rijden er even omheen. Dan lopen we naar de sanitair. Naar de douches en naar de wc. Die zijn een beetje primitief. Maar het werkt. Voor de camping. Ja. Over ons heen. Nee, nou deze is ook nog niet. Ik heb vanmorgen gedoucht. Dit is ook nog niet echt een douche als thuis. Ja, je niet. We worden niet van schoon. Ja. Nee, dit zijn de mannenwc's. Oh. Zie je, leuke tegeltjes ook. Lekker ouderwets. Stik? Ah goed, het is schoon en het werkt. Dit zijn, dat weet ik eigenlijk niet. De wc's? Douches. Ja, de douches. Ja, zie je, heb ik vanmorgen gedoucht. Kijk. Leuke tegels. Er zit wel zo'n start-stop ding op. Dus hij gaat maar 5 seconden aan. En dan gaat hij weer uit. Ja. En het was... Ja, dan moet je dan schoonmaken, denk ik. Het was wel warm water. Want ik had eigenlijk gedacht... Oh jee, er zit geen zo'n schakelaar op. Maar hij was te doen. Ja, hij was zeker te doen. Nou, laten we even verder kijken. Het ruikt allemaal wel schoon. Dat vind ik altijd belangrijk. Hier zijn de toiletten. Die zijn ze aan het schoonmaken. Oh, hier heb je ook nog douches. En de toilet. En de toiletten. Zonder bril. Zonder bril. Heel hygiënisch. En daar achterin heb je dan nog 2 wasbakken waar je dan je tanden kan poetsen. En hier kun je de wc lezen. En je afval brengen. Nou, denk het niet. Schiet hier zo. Oh, en de honden mogen niet in het toilet. Nee. Even kijken. Hey, dit zijn de wasbakken. Hier kun je afwas doen. En waar dan die wc-ding is, dat is compost, dus dat is voor de... Hier kan je je auto opruimen. Even kijken hoe dat allemaal werkt hier.
Hier, wc nu. Ja. Oh, hier. Ja, dat ziet er niet zo heel hygiënisch uit. Ja, dan moet je dat ding omhoog doen. Ik weet niet of ze hun hebben gespeeld met dat ding omhoog doen. Dat was een beetje nasty. Maar goed, handschoentjes mee. En dan leeg maar. Wasknijper op je neus. Nou, het is wel schoon. Alleen dat is, ja, maar dat doen mensen zelf, hè? Ja, dat doen mensen zelf. Vind ik altijd jammer. Ja, dan denk ik altijd van, er komen ook nog mensen naaien. Ja, moet je ook rekening mee houden. Camping. En dan ga je Ja, er zijn altijd van die smeerpoetsen bij. Ja. Het is echt een hele grote camping. Ja. Geen zwembad, dat is wel. Nee, maar wel. Een grote camping ga je toch wel een zwembad doen? Eigenlijk wel, hè? We maken hier even een rondje. Kijk, hier allemaal van die lijntjes. Ja, wow, daar kunnen we niet in. Hier wel. Hier. Kijk, zijn we hier weer. Ja, hè? Bij de Jeu de Boel. Was gisteren ook lekker druk hier. Echt? Ja. Oh, ook een petunia. Even hier doorheen. En morgen is het daar ook. Ja, morgenavond, hè? We gaan naartoe, want jullie en mijn vrienden vinden heel goed karaoke. Ja, papa vindt het altijd geweldig om te karaoke. Dus ja, dat... En de vrienden ook. Dus dat stond, ik zal het zo laten zien hier op de poster. Dus zeiden ze, ja, daar gaan we aan meedoen. Wasmachines. Oh ja, oh, dat ziet er wel netjes uit. Hier is een wc. Ja, een grote wc, ja, zo makkelijk. Voor ja, ze missen hier alleen de brillen, hè, het wc. Ja. Ik weet niet wat dat is. Dat is een mannen-wc. Dat zie ik hier al. Weer een wc, een kinder-wc'tje. Dit is, ja, is een kinder-wc. Hij is heel laag, dus dat zal wel. Want we zijn hier aangekomen. Oh, een magnetron. Dat staat niet te erg. Kan je desinfecteren. Dit is een beetje een bijeenkomstplek of zo. Ja. En hier was dus de karaoke. Zie je? Ja, ze kunnen allebei zijn. Het ligt maar net aan hoe je hem neerhangt natuurlijk. Ja, ik denk dat ze allebei hetzelfde zijn. Ja, ze zijn hetzelfde. Ja, en dit is dus de game al. Te leuk. Ja, heel fijn. Oké, dit is zo'n wie het snelste denkt dat het kan doen. Echt wel leuk. Maar dat is wel leuk. Ja. Kunnen we wel even doen straks. En een flipperkast van Aladdin. Ik heb ook uren gedaan altijd. Heel graag doen, hè? Ja. Ja, ik vind het ook wel leuk flipperen. Het is een beetje van onze tijd is dat. Mijn opa had vroeger een eigen flipperkast in huis. Nou, daar zaten we natuurlijk uren te spelen. Beetje hetzelfde. Ja, wat die doen? Nee, dan hebben we weer een knuffel. Kijk, die aardbei, waarom moet die onderop zitten? Ja, die zijn wel het leukste. En een hartje. En een hartje. Moet even schudden met die kast? Nee, ik kan niet. Ja, en dit geluid. Dit is altijd mijn favoriete geweldig. In een kar. Ja, dat vind jij leuk, hè? Rijden. Want ik kan helemaal niet. En nog een flipperkast, de Flintstones. Mama, hij doet het! Nee, dat is een demo heet dat. Ja, leuk. Nou, gaan papa en mama even flipperen met elkaar vanavond? Welke ga jij doen? Ik denk dat papa die heel graag wil doen. Ja? Ja. En het valt wel mee. Want het allemaal kost 1 of 2 euro, dus dat is ook wat te doen. Een lolly kan je eruit halen. Een airhockey, dat vinden wij leuk. Dat is wel echt een mini lolly. Kan je beter in de supermarkt lolly halen. Ja, dan kan je 100 lollies kopen. Ja. Mama, en airhockey. Vinden wij leuk, hè? Ja. En in Oostenrijk doen we dat natuurlijk met het balletje. Ja. Van de pingpongtafel. Nou, leuk. Kunnen we hier wel een spelletje spelen? Oh, met die karaokeavond natuurlijk ook een beetje. Toch? Dat is wel leuk. Wat is dat? Een spelletje van vroeger. Zo'n tik-tak, tik-tak. Dan gaan die balletjes zo tegen elkaar. Die heb jij ook wel eens gehad. Ja. Moet je zo... ja, zo. Dat. Ja. Nee, en van die squeezy balls. Mij is kapot. Zit jou kapot? Pijn. Ik denk dat die ergens wel ligt. Ja, zo, ik vind het altijd zo vies dat ze zo kleven. Ja. Hier is de speeltuin. En de bar. Ja, superleuk. Het is gewoon leuk dat je hier even kan zitten. Ja, die gaan ze zo weer opblazen. En hier zitten mensen ook lekker te ontbijten. Dus je zou gewoon kunnen ontbijten hier. De trampoline. Ja. Dat is natuurlijk het leuke van de camping. Is dat je dan... Hier lekker de kinderen kunnen spelen. Wij kunnen dan gewoon lekker hier zitten. Dus ben ik in de buurt, om het zo maar te zeggen. Dus mij vindt het toch altijd wel spannend om een beetje ver weg te gaan. Gisteren vond ik het heel knap.
dat ze zelf met Romy is gaan wezen zwemmen. Dat was echt wel een dingetje. Ja, ze vindt het gewoon fijn als we lekker dichtbij zijn. Wat is knap, nou dat je gisteren helemaal alleen was naar de zwembad. Ja. Ja, hè? Maar toen was ook de vriendin. Ja, dat is waar. Je grote vriendin was erbij, die is ook wat ouder. Je moet heel dun zijn als je op de trampoline wil. Ja, kom je er niet in. Kijk. Maximaal één persoon. Oh, dat is ook netjes. Er zit een deurtje. Zie je? Ik wil even. Niemand dat nu. Nee, dat mag ook niet. Mag er maar één. Kijk, schoentjes neerzetten. Bezet. Salto. Wow, knap hoor. Ik heb wel gelukkig een broekje eronder. Ja, dat is altijd fijn, hè? Het nijbroekje. Ja, dat is tegenwoordig wel handig. Al die rokjes hebben dan standaard een broekje eronder. Ik heb wel nekpijn. Ja, dan moet maar niet te veel dan dat doen. Ja, oké, okay, het meisje gaat het springkussen alvast opblazen. Ik leuk. Ik heb precies. Met krampen. Ik denk iedereen wel. Dat ik een beetje last kan overal. Ja, van je nek ook, hè? Ik ga even toe. Op de springkussen. Ja, even wachten tot hij opgeblazen is. Ja. Ik denk dat hij helemaal nat is. Dat zou wel kunnen. Oh, hij is wel cool, hè? Het is een soort stormbaan. Sushi! Hoppa! Lisa! Ja, pas in de grafiel tot mijn gang. Mama, de glijbaan is na. Hij maakt niet uit, zo weer droog. Ga maar. 1, 2. Het rokje droogt snel. Ja, kijk, ik kan een hele stormbaan. Yes. Oh, ik ben je kwijt. Aan de andere kant is ze. Ja, ik ben hier. Nee, dat mag niet, joh. Tuurlijk wel. Wacht dat. Even kijken. Ja. Ik vind van niet. Ja, jawel, kom. Nee, joh, die kindjes zijn lekker aan het spelen. Nee, dan moet je maar... En Boy was vanmorgen met Jasmee samen boodschappen doen. En de croissantjes waren echt magnifiek. Ze waren lekker, hè? En... Ik vind het heel fijn om in het zand te spelen. Ja, een beetje zoals thuis eigenlijk wel. Hè? We zijn eigenlijk een beetje hebben op het strand opgegroeid. Het is gewoon een beetje thuiskomen. Ja, voor mij wel. Ja, maar Jasmee is even lekker van de glijbaan afgegaan. Ik heb een hele rare glijbaan. Kijk. Dat zal ik zo even laten zien. Maar het, wat mij opvalt hier, en ook, is dat alleen hier? Nee, in België ook. En hier in Frankrijk ook. Is dat ze echt zoveel kant-en-klare maaltijden hebben. Dat is echt bizar. Alles wordt vers gemaakt. Nu ook, boys, ze waren allemaal aan het koken en... mosselen waren ze aan het maken. Nou, alles wordt vers bereid. Kijk, zo, je gaat wel te snel. Ik heb je niet. Maar alles wordt dus vers bereid. En het ziet er super netjes uit allemaal. Dus ik weet niet wat het is. Het is wel kant-en-klaar, lekker makkelijk. Ik denk dat dat veel gedaan wordt hier. En alles is vers. 1, 2, kijk. Een hobbel de bobbel. Ja. Maar dat valt in ieder geval ons op. Dat er veel verse maaltijden gemaakt worden. Daar kan je op klimmen. Oh. Ik moest heel even plassen. En ik denk, waar zijn ze nou? Ik denk dat ik het weet. Oh, nou dan doen we dat. En, lukt het? Ja, alleen geflipperd hè. Ja, hè? Ook altijd dat beentje ook zo heen en weer. Jongen, jongen. Je moet het gewoon met je handen doen hoor. Heb jij ook al geprobeerd eens mee? Nee, dus mee gaat hij aan. Wat zei je? Dus mee gaat hij aan. Dus mee gaat hij aan. Goed zo. Woehoe, gaat u? Ja. Oplet hoor. Oh, jij hebt weer 2 ballen. 1, 2, nu. Oeh, goed zo. Safe bij de bel. Dat is wel gek, je fiets hier gewoon over de weg.
We hebben weer een fietspad gevonden. Dat is iets beter. Maar je moet een stukje over de weg en dan kom je hier. Super mooi. In het bos. En toen reden we ineens. Een erprestato. Tegen een marktje aan. Mama, zijn dat echte? Nee, zijn neppen. Doet dat pijn? Nee, dat is gewoon... Oh, kijk nou, schatje hier. Oh, oh, kom daar. Dat is geen pijn, dat doet ze gewoon sprayen. Maar is niet handig, we gaan naar het strand. Kom maar. Leuk. Oh, en het is ook best wel lang ook. Ja, ja, wel leuk, ja. Ze heeft weer wat gekocht hoor. Nee, in de schappige jurk. Dus die ga ik even. Nou, helemaal leuk. Zit ja. Wow, hetzelfde als jou. Ja, en ik deze. Ja, ze zijn wel weer leuk. Kijk, en hier hebben ze ook met, zie je? Die dingetjes erop, grappig. Mama, ze hebben ze ook voor jou. Ze willen het samen doen, nee, mama, is niet nodig, schat. Maar voor jou vind ik het wel grappig. Ja. Kijk, ik koop deze voor papa. Dit is een koei. Boy is afgehaakt bij de fietsen. Wij lopen nog eventjes heen en weer. Want hij zegt, ja, hij zegt, ik heb toch die spulletjes achter op de fiets. Ik vind het toch een beetje tricky. Nee, is goed hoor. Blauwe. Oh, die zijn ook leuk met bont. Ik zal deze voor de winter doen. Dan heb ik winterkoks. Nee joh, kom, we hebben niks nodig. Het is mee zegt, kijk mam, allemaal jouw jurkjes. Ja, die zijn leuk hè. Ik heb nu ook zo'n kreukeljurkje. Je hebt ook zo'n kreukeljurkje. Ja, top. En deze is ook super fijn. Heel erg leuk. Ik zou ze allemaal wel willen. Ik heb zelfs dezelfde als Jasmee zie ik daar hangen. Die heeft Jasmee nog niet gezien. Kijk hè? Oh nee, dat dacht ik. Oh jawel, achterin. Ze hebben nu telefoonhoesjes. Ze hebben een oude telefoon weggedaan. Een paarse, ja. Kijk, hier. Heel leuk. Ja, dit is gewoon super dit. Super jurkjes. Er komt geen einde aan deze markt, joh. Waar ben je? Oh, weer sleutelhangers. Ik denk dat het hier alleen maar eten wordt. Ja, laten we maar naar de vrienden gaan. Ja, dat is goed. Kom, maar lekker naar het strand. Oh, de zee is heel dichtbij. Ja, hè? waar is de zee gebleven? Of waar is het strand gebleven, bedoel ik? Het strand is weg. En? Oh, maar ik denk dat het altijd zo is. Nee, want gisteren hadden we toch gewoon... Ja. Ja, maar daar bij de Rob is wel strand. Dat is ook gevaarlijk zo, hè? Dan word je zo tegen de muur aan gekaatst. Kijk, daar zit zo'n muur. Ja. Ja hoor, we hebben het gevonden. Kijk, hier is wel gewoon een strand. Dat is beter. Kunnen we lekker een beetje zitten. Een beetje spelen in de zee. Want ik vind dit helemaal niks op zo'n richeltje. Maar wel lekker even de zee in. Daar heb ik wel zin in. Nou, we zitten hoor. Heerlijk. Kijk, daar komen ze weer hoor, de dames. Oh jee. Oké, vooruit dan maar. Maar ik heb geen schoenen aan. Gaat dat wel? Nou, daar zitten we dan hoor. De fiets. Vind je lekker? Ja. Gaat het goed, Romy? Ja. Goed zo.
Doe lekker hard. Ik ga er even af. Heel hard, anders komen we de heuvel niet op. We moeten eraan duwen. En straks wordt het wel gevaarlijk, dan moet ook heuveltje af. Hij moet je wel een beetje remmen. Oh ja. Ja, ja? Oh, dat kan ook hier rijden. Ja. Oh, dat valt er wel mee. We zijn er. En dan snel de bocht toe. Goed hard. Nog een keer het rondje met z'n allen, kom op. Ja, nog een rondje. Ja. De zee is nu gewoon heel ver, zie je dat? Mama, je komt niet mee. Het edelijk wordt oprapen, allemaal mosselen. Lekker man. Ja, ik zou zeggen, lekker eten. Ja, gewoon met je mond open zwemmen hier. Ja, hè? Allemaal mossels hier, we zijn leeg. Ja, ik denk dat we wel gewoon in één keer door moeten, ja. Ja. Dus het is wel lekker, maar waarom is anders? Het is niet lekker. Ga door. Oké. 1, 2. Hey, ik wil niet. Maar ik moet wel, want de golven worden nu zo. Maar als je door bent, is wel lekker. Nou, dat gaat goed zo hoor. Maar je moet wel onder water blijven. Oh, ik denk de kaart. En hier gaan we even lunchen. Ziet er super leuk uit. En het schijnt dus dat we helemaal naar achter moeten lopen. Kijk, een vogiebeker. Vogies. Oeh, lekker een crepe. Een crepe met chocolaat. Crepe. Met een lekkere met een smoothie. Merci. Zo. In de tussentijd zijn we even gaan lunchen. Wij zaten dus daar, hè? Dus ongeveer waar dat blauwe parasolletje zat. Moet je kijken. Dat kan je toch niet voorstellen. Kijk hoe ver de zee is. Bizar. En we zaten dus gewoon hier. En bij deze paal, hier was de zee. Die meiden zijn alweer heerlijk zwemmen. En wij hebben boodschap gedaan. We gaan hier gezellig picknicken, wou ik zeggen. Maar we gaan hier gezellig barbecuen. Mooi staat alweer een slaatje te eten. Ja, het is wel heel gezellig hoor dit. Het is wel heel leuk. Lekker weer is het. Ik heb wel mijn lange broek weer aan, want het gaat natuurlijk nu afkoelen. En voor mij is dat natuurlijk ook altijd weer gewoon koud. Hè? We hadden het er net over. Iedereen zei, oh lekkere temperatuur. Ja, nog heel eventjes. En over een half uurtje heb ik natuurlijk mijn winterjas nodig. Dus ik hoorde ze net wel. Maar goed, het is zo'n leuke camping hier. Dus die kinderen vermaken ze eigen wel. Wij gaan de barbecue voorbereiden. Kijk even wat een mensen. Weet je hoe druk. Bizar hè dit. Gisteren waren we even vergeten de vlog af te sluiten. Dus vonden jullie dit weer een leuke vlog? Geef dan een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. Zie jullie andere keer weer in de vlog. Doei!